Ik ben Katrien Luiks, bijzonder hoogleraar ouderenzorg bij Transo en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen. En wij gaan voor wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg. Het project waarmee wij genomineerd zijn heet Liefde, Intimiteit en Seksualiteit in het Verpleeghuis bij Mensen met Dementie. Tineke Roelofs, psycholoog in een verpleeghuis, is met dit project naar voren gekomen omdat ze in het verpleeghuis zag dat er vooral aandacht voor probleemgedrag was en eigenlijk nauwelijks voor de gewone beleving van liefde, intimiteit en seksualiteit. Wat betreft wetenschappelijke output zijn er 5 wetenschappelijke publicaties in internationale journals gepubliceerd. En daarin staat heel kort samengevat dat liefde, intimiteit en seksualiteit ook ontzettend belangrijk is voor mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen. Het blijkt wel dat het ontzettend lastig is om dat voldoende ruimte te geven. Ten eerste is dementie natuurlijk een behoorlijke spelbreker, want de partner verandert best wel behoorlijk. En daarnaast is het wonen in een verpleeghuis ook ingewikkeld, omdat je ineens je woonruimte eigenlijk deelt met andere mensen. Het is de vraag of je privacy hebt. Je bent afhankelijk van zorgmedewerkers. Maar het blijkt ook heel lastig voor zowel ouderen als zorgmedewerkers om over dit onderwerp te praten. Terwijl dat wel nodig is als je daar ruimte voor wil hebben. De maatschappelijke impact van het project zit op verschillende vlakken. We merkten dat zowel vanuit de media als vanuit de zorgpraktijk er ontzettend veel interesse in is. Dus we werden vaak uitgenodigd voor optredens. Tineke Roelofs, de promovenda, heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan Dr. Kelder & Co, een radioprogramma op Radio 1. En verder heeft zij ook een college opgenomen bij Universiteit van Nederland, waarbij zij in een kwartier vertelt wat de kern van haar onderzoek is na te kijken op YouTube. Met het mbo-onderwijs hebben we ook een driedelige workshop ontwikkeld, waarmee we dit onderwerp dus onder de aandacht van studenten brengen. En daarnaast hebben we een inspiratiedag georganiseerd waarin verpleegkundigen en verzorgenden uit de verpleeghuizen zijn uitgenodigd om na te denken over hoe ze dit onderwerp de plek kunnen geven die het verdient in het verpleeghuis. Een van de andere belangrijke resultaten van dit project vind ik wel dat we heel erg hebben geleerd om samen te werken en daar ook de meerwaarde van hebben gezien. Dus alleen door vanuit onderzoek met onderwijs en zorg samen te werken, krijg je resultaten die er in de praktijk uiteindelijk echt toe doen. En dat is echt dat we samen de ouderenzorg mensgerichter maken en dus samen het verschil maken. Vanuit wetenschappelijk onderzoek vind ik het ontzettend belangrijk om impact te maken, want alleen kennis vind ik eigenlijk te mager. Ik vind het belangrijk dat we de maatschappij daarmee ook beïnvloeden en eigenlijk vooral verbeteren natuurlijk. Ja, wat betreft de toekomst is het eigenlijk onze ambitie om heel de Nederlandse verpleeghuiszorg te inspireren met onze resultaten. Op dit moment is Karien Waterschoot bezig met promotieonderzoek naar het perspectief van zorgmedewerkers. Om vervolgens daarop een programma te ontwikkelen waarmee we zorgmedewerkers helpen om dit onderwerp voldoende ruimte in het verpleeghuis te geven. En daarnaast zijn we bezig om vanuit de inspiratiedag de oplossingen die we aan het ontwikkelen zijn, een spel om binnen een team over dit onderwerp te praten en een folder om zorgmedewerkers te helpen om met ouderen het gesprek aan te gaan en ouderen andersom te helpen om het initiatief tot het gesprek te nemen. Die 2 producten willen we ook eigenlijk landelijk gaan verspreiden. Daarnaast die workshop die we samen met ROC Tilburg hebben ontwikkeld. Die workshop hebben we ondertussen uitgeprobeerd en aangepast. En we willen die eigenlijk zo het liefst over heel Nederland verspreiden. Zodat steeds meer medewerkers in de zorg het voor elkaar krijgen om liefde, intimiteit en seksualiteit de plek te geven in het verpleeghuis die het verdient. Ik vind het een onnoemelijke opsteker om genomineerd te zijn. En zeker omdat hierin duidelijk blijkt dat zowel de wetenschappelijke kant van het project als de maatschappelijke kant van het project ontzettend gewaardeerd wordt. En dat is waarvoor ik in ieder geval de wetenschap in ben gegaan, om maatschappelijk ook van betekenis te kunnen zijn.